Iedereen welkom, ook mensen die thuis meekijken, welkom. En we beginnen met de werkgroep Windmolenbroek. Jullie hebben als werkgroep vraagtekens bij de plannen van Business Park XL2. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, dat klopt. Wij zijn uit onze eigen expertise zijn we heel erg geïnteresseerd in deze procedure. En we willen graag dat transparant verloopt en dat eerlijk verloopt. En ja, we hebben zelf alle stukken gelezen die erover te vinden zijn. En we komen tot bepaalde conclusies. En vanavond was er een beeldvormend beraad. En daar hebben we dus onder andere aangegeven dat wij vraagtekens hebben bij de locatiekeuze. In de locatiestudie is aangegeven dat bedrijfspark Twente Wendelgoor de beste locatie is. En toch wordt door het college locatie XL2 aangehouden. We hebben ook aangegeven dat we grote vraagtekens hebben bij de financiële haalbaarheid van het geheel. En daarom willen we ook heel graag een second opinion bij de grondexploitatie. En we hebben tevens aangegeven dat de arbeidsmigranten die moeten gaan werken in de grootschalige industrie, dat het een groot probleem is voor Almelo. We hebben ook gevraagd, een tiental burgers heeft gevraagd om een milieueffectrapportage te laten maken voor de locatie bedrijfspark Twente Wendelgoor, omdat die als beste uit de bus komt. En als je nu geen merk voor die locatie gaat maken en alleen een merk voor XL2, en de raad wordt straks gevraagd om XL2 in het omgevingsplan op te nemen, ja, dan is er geen keus. Dus vandaar dat die burgers nu hebben gevraagd om een merk voor Wendelgoor. En de raad heeft daar nog geen antwoord op gegeven, maar we hebben wel de toezegging dat ze dat in de volgende raadsvergadering via een motie zullen doen. Oké, dank u wel. Graag gedaan.